Vandaag gaan we het hebben over de circulaire economie. We hebben er al veel over gehoord. Eén zaak is zeker, dat is dat we toch wel in een periode zitten van grote transitie en dat er veel ook op economisch gebied aan het gebeuren is. De spreker van vandaag is Tycho van Hauwaert. Die is beleidsmedewerker industrie en circulaire economie bij de Bond Beter Leefmilieu. Ik heb zijn voorstelling al eventjes gezien en ik denk dat we vandaag weer een heel mooie, interessante webinar zullen hebben. Ik zou zeggen, Tycho, het is aan u. Mag ik ook vragen te muten als je, en eventueel ook uw camera uit te zetten, want er wordt ook opgenomen en dat stoort. Ja. Ziezo, bedankt Koen. Ik denk dat het zichtbaar is voor iedereen. Geen probleem. Oké, doe. Ja, zoals Koen al zei, vandaag hebben we het over circulaire economie. Ik werk inderdaad voor Bond Beter Leefmilieu. Wat ik daar precies doe, is eigenlijk het zowel op Vlaams niveau, federaal niveau, Europees niveau, circulaire economie opvolgen. Ja, dat betekent dat ik eigenlijk alles leer rond het beleid, wat daar op welk niveau aan het gebeuren is. Maar vandaag specifiek zou ik graag de link maken tussen circulaire economie en de noodzakelijkheid van de circulaire economie om bijvoorbeeld de uitstoot drastisch te gaan reduceren in kader van de klimaatcrisis. En daarmee heeft ook deze presentatie deze naam gekregen. En een tweede luikje is dan eigenlijk over een circulaire maakindustrie, omdat dat eigenlijk een soort van meridianenplanning is van Bond Beter Leefmilieu om daarop in te zetten, om eigenlijk hier in onze contreien in Vlaanderen opnieuw een industrie te gaan creëren die voldoet bijvoorbeeld aan alle circulaire principes. En dat is dan een van de acties dat wij proberen op poten te zetten. Dus ja, ik ga jullie nog eventjes kort uitleggen wat circulaire economie is, wat daar eventuele problemen mee zou zijn op vlak van klimaat. En zeker ook meedelen dat circulaire economie veel meer is dan recyclage alleen. Daarna staan we kort eventjes stil bij het beleid. Kijken we ook naar de klimaatcrisis zelf, met een aantal voorbeelden en cases. En dan eindigen doen we met een aantal aanbevelingen en de hefbomen. Ik heb al een aantal vragen gezien en er worden toch een aantal vragen gesteld rond welke hefbomen kunnen we nu doen om bijvoorbeeld de circulaire economie op te schalen of te gaan versnellen. Ik heb hier alvast een aantal artikeltjes meegebracht, heel recente artikels. Bijvoorbeeld, we hebben net eigenlijk de coronacrisis gehad, of hebben we nog de crisis. We hebben ook de Ever Given-crisis gehad, dus het schip dat vast kwam te liggen in de Suezkanaal. En daar is eigenlijk heel veel rond te doen geweest, op vlak van materialen, grondstoffen. Links zien we bijvoorbeeld een artikel uit The Guardian, waarin dat er wordt gezegd dat wij als wereld 100 miljard materialen gebruiken per jaar. Dat is eigenlijk een viervoudiging sinds 1970. Dat zijn niet alleen materialen aan zich, maar ook ertsen, fossiele grondstoffen, landbouwgewassen, bomen, hout, noem maar op. En slechts 9% daarvan wordt gerecycleerd. Dus dat is eigenlijk bitter weinig. En ondertussen hebben we ook politieke spelletjes, geopolitieke spelletjes rond ijzererts, de koperprijs die de pan uitzwingt. En ja, al deze artikels zeggen eigenlijk, er is iets aan de hand met onze materialen. Hè? Er is iets aan de hand. Hoe gaan we dat oplossen? Is dat wel de juiste weg dat we aan het opgaan zijn? Zullen we niet gewoon onze grondstoffen op een bepaald moment op, gaan die niet opgeraken? Gaan we tekorten creëren? En nochtans hebben we die materialen wel nodig. Voor de klimaattransitie, voor de energietransitie, hebben we windmolens nodig, elektrische voertuigen. En daarvoor hebben we heel veel materiaal nodig. En hier zien we eigenlijk een grafiek van 2018, van een rapport van KPMG, maar dat is gebaseerd op de cijfers van de Wereldbank, dat we eigenlijk 3 miljard ton mineralen zullen nodig hebben in 2050 om te voldoen aan die vraag voor die klimaattransitie. Zeker als je weet van we moeten onder dat 2 graden scenario blijven, dus de aarde mag niet meer dan 2 graden opwarmen, zien we soms percentages van meer dan 500% vraag naar bijvoorbeeld aluminium, koper, zink, grafiet, nikkel. Dus eigenlijk allemaal elementen die nodig zijn om te gebruiken in bijvoorbeeld elektrische batterijen.
Onlangs, ik denk in mei 2021, heeft het Internationaal Energieagentschap ook een onderzoek gedaan naar dergelijke transitie. En zij stellen ook van, kijk, ja, dat de grondstoffen voor de energietransitie zullen zeker verdubbelen op basis van de plannen van de huidige Europese of internationale regeringsleiders op vlak van klimaat. Maar kunnen zelfs ook ja, richting 4 keer gaan. Dus allemaal om te zeggen ook van, kijk, we zullen nog grondstoffen nog nodig hebben en let dus op dat ze niet opgeraken. De eerlijkheid moet me wel zeggen, gebied mij te zeggen dat in beide studies circulaire principes niet zijn meegenomen of niet helemaal zijn meegenomen. Maar vooraleer dat we daarop kunnen doorgaan, ga ik eerst eventjes zeggen wat dat die circulaire principes dan wel zijn. Hey, want wat is nu circulaire economie? Ja, dus circulaire economie is eigenlijk een economie die voorziet in de menselijke basisbehoeften en die tegelijkertijd functioneert binnen bepaalde biofysische grenzen van de planeet. Hey, hoe kunnen we dat doen? Door bijvoorbeeld de gebruikswaarde van producten, maar ook van componenten van producten, van grondstoffen, zo lang mogelijk in de economie te houden. Kunnen we ook doen door bijvoorbeeld materialen te hergebruiken, gedeelde deeleconomie herstellen, recuperatie van onderdelen en uiteindelijk ook recyclage. En dat zorgt er eigenlijk voor dat heel veel materialen zo lang mogelijk in de economie worden gehouden, waardoor dat we eigenlijk minder afhankelijk worden van nieuwe primaire natuurlijke hulpbronnen. Ja, heel vaak wordt circulaire economie gelijkgesteld aan recyclage. En eigenlijk, zoals dat je ziet op de linkse figuur, is recyclage eigenlijk maar louter een paar keer een materiaal hergebruiken vooraleer dat toch in de afval of in de prullenbak belandt. Nee, dat klopt dus niet. Circulaire economie is echt het product zodanig ontwerpen ook dat het product blijft in de keten gehouden worden. Ik heb dan eigenlijk rechts de diagram, donut-economie van Kate Raworth geplaatst. Ik hoop dat iedereen die kent, maar dus dat is eigenlijk een econoom die donut-model heeft ontwikkeld. Want ik heb al gezegd, binnen de basisbehoeften van de economie, maar we hebben ook zowel een sociale grens. En dat is eigenlijk heel belangrijk dat je zowel aan de binnenkant met de sociale economie rekening houdt met de sociale grenzen, bijvoorbeeld ja, ongelijkheid en dergelijke. En de buitengrens is dan eigenlijk ja, de planetaire, de ecologische grenzen. Dus de bedoeling is dat we eigenlijk echt in die midden zitten, in de safe and just space. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten in de circulaire economie, om niet te veel en niet te weinig te doen. Ik heb hier ook een diagrammetje mee. Dat is van de Ellen MacArthur Foundation. Dat is echt een hele leuk studiebureau of consultiebureau of onderzoeksinstelling die onderzoek doet naar circulaire economie. En die doen heel vaak heel vette rapporten over circulaire economie. We zien daar ergens in het midden staan, consument wordt gebruiker. En dat vind ik heel belangrijk, omdat het woord consument, dat stamt eigenlijk af van het Latijnse consumere. En dat betekent eerder verbruiken of opmaken. Maar in de circulaire economie zijn we natuurlijk geen verbruikers meer. We zijn eigenlijk eerder gebruikers. En de Ellen MacArthur Foundation deelt de circulaire economie op in twee cycli. We hebben enerzijds de biologische kringloop. En daar zien we dan bijvoorbeeld voedsel, ook landbouw, biochemische grondstoffen, bioafval. Dat zijn eigenlijk allemaal natuurlijke hulpbronnen die via natuurlijke processen zoals compostering, vergisting, opnieuw kunnen worden ingezet. Dus zij leveren eigenlijk, de biologische cyclus levert opnieuw hernieuwbare bronnen voor de economie. En aan de rechterkant hebben we natuurlijk de technische kringloop. Dat gaat dan echt over producten, over materialen. En die producten en materialen kunnen we herstellen, hergebruiken, repareren, ook of recycleren. En dat gaat dan echt specifiek over materialen zoals koper, beton, aluminium. Dat is eigenlijk een beetje hoe dat circulaire economie wordt opgedeeld. De Nederlandse overheid heeft eigenlijk al sinds een aantal jaar een ladder ontwikkeld om ja, een aantal circulariteitsstrategieën te definiëren. En heel belangrijk is dat we daar helemaal bovenaan zien staan R0 Refuse. En Refuse, wat betekent dat?
ja, dat is een product overbodig maken, dat is eigenlijk het product niet gaan gebruiken. En hoe hoger op de R-ladder, hoe lager het grondstoffengebruik, hoe hoger, hoe circulairder de circulaire strategie. En naast refuse staat er bovenaan ook R1, R2, dus rethink, reduce. Dat gaat dan eigenlijk over het verminderen van de consumptie, productie langer, slimmer maken om het product zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarna hebben we het hergebruik en de reparatie, eigenlijk om de levensduur van producten iets langer te maken of volledig te verlengen. En helemaal onderaan zien we dan toch het nuttig toepassen van materialen. Want hoe lager eigenlijk, hoe meer waarde het er al van een product kwijt is. Dus daarom dat ik eigenlijk altijd zeg van recycling of recyclage, ja, dat staat eigenlijk helemaal onderaan. Dat is eigenlijk niet de beste manier om te gaan met het materiaal. En eigenlijk hieronder zou het dan moeten staan gewoon puur storten. Hè? Maar dat hoort eigenlijk niet thuis in de circulaire economie. Waarom beginnen we eigenlijk met een product te vermijden? Dat is omdat in de circulaire economie, of ja, in een productontwerp, naar schatting 80% van de milieueffecten ontstaat bij de productie van een product. Dus als je dat kan vermijden, dan vermijd je eigenlijk al heel veel van alle negatieve milieueffecten. En daarom is net het product zo lang mogelijk ontwerpen en zo lang mogelijk in de keten houden zo van belang. Hier maak ik eventjes al de link met klimaatverandering. De klimaatuitdaging wordt heel vaak gezien als een energieprobleem of een energietransitie. Wat betekent dat? Dat we eigenlijk volgens die visie gewoon het aantal energie kunnen beperken of bijvoorbeeld alle energie hernieuwbaar maken. Maar vandaag weten we eigenlijk ook dat heel veel van die energievraag komt door de manier waarop wij met materialen omgaan. Dus heel veel energie is eigenlijk nodig om materialen te produceren. En als we kijken naar de Vlaamse context, dan zien we eigenlijk dat de uitstoot, dus de broeikasgassen van materialen, eerder 55-65% van de uitstoot uitmaken. En op wereldniveau is dat eigenlijk rond de helft, dus 50%. Maar voor Vlaanderen spreken we hier over 55-65%. Dus als je heel veel materiaal kunt beperken, dan gaat het ook heel veel uitstoot kunnen verminderen. Hier heb ik een slide meegenomen over de materialenvoetafdruk. Ik ga je heel kort overgaan. Het zijn ook oude cijfers van 2010. Maar wat betekent het eigenlijk? In 2010 maakten wij ongeveer 33 primaire materialen. We hebben daar 20 miljoen van geëxporteerd. Maar eigenlijk hebben we een consumptieperspectief. Dus wij als Vlamingen hebben zoveel nodig, 111 miljoen ton materialen. En die komen voornamelijk, dus van 99% uit het buitenland. Wat betekent dat dan eigenlijk voor ons? Is dat wij een gigantisch hoge voedsel, of materialenvoetafdruk hebben. Dus die materialenvoetafdruk, wat is dat dan eigenlijk? Materialenvoetafdruk is eigenlijk het verbruik van ons in mineralen, gewicht, fossiele grondstoffen, biomassa, metalen, die optreedt als wij consumeren. En voor de Vlaming is dat ongeveer rond de 29 ton materiaal per persoon. En we hebben eigenlijk een doelstelling op Vlaams niveau. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan staat er eigenlijk om onze materiaalvoetafdruk te verminderen met 30% tegen 2030. Concreet betekent dat we van die 29 naar rond de 20 ton per persoon moeten gaan. Maar eigenlijk, willen we echt de klimaatdoelstelling halen, 2050, dan moeten we naar 7 ton. Dus we moeten daar nog een keer zoveel afdoen. En die 7 ton komt eigenlijk overeen met het feit dat iedere aardbewoner, dus iedere mens eigenlijk op aarde, een gelijk grondstoffengebruik kan hebben. Ik wil maar zeggen dat de uitdaging zeer groot is. We hebben dan ook nog een koolstofvoetafdruk. Dat is minder belangrijk voor de circulaire economie. Maar dat is eigenlijk over welke uitstoot dat daarmee gepaard gaat. Circulaire economie. Hoe circulair zijn we eigenlijk? Daar zijn heel veel studies over, want het is eigenlijk heel moeilijk om te meten hoe circulair bijvoorbeeld een land is. Maar kijk, op Europees niveau doet men dat in kader van het toezichtskader voor circulaire economie. En je ziet eigenlijk dat België wel
redelijk goed scoort. Hè. 2017 komen daar rond 18%. In 2019 zouden we zelfs al een beetje hoger zitten, rond de 3-24%. En dat, ja, die cijfers, dat meet eigenlijk hoeveel materiaal er terug in omloop komen. Dat is niet hetzelfde als recycling, want recycling gaat enkel over afval. Hè. Dus een product wordt afval, en dan hoeveel afval wordt er eigenlijk gerecycleerd. Dat is een recyclingpercentage, maar dit is hier echt hoeveel materiaal wordt er hergebruikt of gecirculeerd. En dat gaat dus eigenlijk ook bijvoorbeeld over hernieuwbare energie, hernieuwbare grondstoffen. In België bijvoorbeeld hebben wij een hele sterke bouwsector die heel veel miljoenen ton hergebruikt elk jaar. Dus dat telt daar wel zeker in mee. Goed, het beleid. Ja, ik kan hier heel, heel lang over babbelen. Maar ik ga proberen zo kort mogelijk te doen. Sinds de Green Deal op Europees niveau merk je eigenlijk dat er een frisse wind waait in de Europese Commissie. En dat daar heel veel zaken, allerlei wetgevingen, dat daar een sterkere link is met klimaatverandering. En een belangrijk instrument is eigenlijk het Europese actieplan voor circulaire economie, waarin dat bijvoorbeeld die klimaatverandering duidelijk aan bod komt, waarin dat bijvoorbeeld biodiversiteitsverlies door bijvoorbeeld ontginning aan bod komt. Dus je ziet dat er eigenlijk allemaal nieuwe teksten zijn die toch progressiever zijn dan vroeger. En in dat actieplan voor circulaire economie staan er heel wat maatregelen en acties om te nemen. Ze verwijzen naar een aantal initiatieven dat ze willen doen. Bijvoorbeeld het duurzaam productinitiatief. Dat gaat dan eigenlijk over hoe dat je bepaalde producten moet gaan produceren naar kwaliteit toe, naar levensduur. Een aantal percentages recyclaat, gerecycleerde mineralen, die moeten worden toegepast in nieuwe materialen, om eigenlijk zoveel mogelijk ja, dat circulair economisch model te gaan stimuleren. Ik heb daar ook bijvoorbeeld de Europese batterijverordening bij gezet, omdat dat ook een hele belangrijke is voor bijvoorbeeld die energie- en klimaattransitie. We hebben meer elektrische voertuigen nodig. En in die Europese batterijverordening wordt er eigenlijk vooral gestimuleerd om die batterijen met zoveel mogelijk gerecyclede materialen te hergebruiken, te gaan produceren, om daar een aantal zeer ambitieuze inzamelingsdoelstellingen aan te koppelen, om bijvoorbeeld die lithium en die kobalt die vandaag in de elektrische voertuigen zitten, om die te gaan inzamelen over 10, 15 jaar, als die terugkomen. En wat ook een heel leuke is, is dat daar heel, heel vaak een soort van batterijenpaspoort, of ja, een productenpaspoort aan te pas komt. En op dat paspoort gaat dan eigenlijk informatie staan over, ja, over de hele levenscyclus, hoeveel impact heeft het materiaal al gehad in zijn levenscyclus. De milieuvoetafdruk, maar ook bijvoorbeeld hoe ga je dat eigenlijk makkelijk gaan, die mineralen die erin zitten, hoe ga je die makkelijker gaan uithalen? Dus alles wordt eigenlijk wat makkelijker gemaakt op dat vlak. Op Vlaams en Belgisch niveau gebeurt er ook heel wat. Op Vlaams niveau hebben we eigenlijk Vlaanderen Circulair, waarin dat zowel de overheid als de federaties met het middenveld, waar dat BBL, Onbeter Leven, nu bij betrokken is, maar ook financiële instellingen en wetenschapsinstellingen, een aantal werkagenda's aan het uittekenen zijn, waarin dat dan eigenlijk volgend jaar een aantal concrete acties zullen moeten uitkomen. Ik heb al gezegd dat we dat bijvoorbeeld dat Vlaams Energie- en Klimaatplan hebben, die min 30% materialenvoetafdrukdoelstelling. En dat is eigenlijk de bedoeling dat we dat gaan vertalen op dit niveau, naar concrete acties. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de textiel? Wat betekent dat voor de maakindustrie, voor de kunststoffensector en dat soort zaken? Ik heb dan nog een aantal buswoorden geplaatst, zoals recyclagehub, circulaire hub, CCU-hub. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal, die zeggen beloftes, maar wel een aantal pistes waar dat de Vlaamse regering op wil werken. Men heeft echt wel die ambitie om bijvoorbeeld de grootste recyclagehub van Vlaanderen of van Europa te zijn. Hetzelfde met circulaire hub. We zouden een aantal bijvoorbeeld matrassen, nieuwe stromen gaan inzamelen en ook gaan herwerken. Ja, matrassen is zo'n voorbeeld. Dat wordt op dit moment bijna verbrand, terwijl dat we eigenlijk dat er heel veel kunststoffen in zitten, zoals puurschuim, die we eigenlijk kunnen hergebruiken. En op Vlaams terrein, bijvoorbeeld in de haven, kijken ze naar een aantal sites om daar dergelijke zaken te gaan inrichten.
om die circulaire economie te gaan stimuleren. Uit het relanceplan, dus eigenlijk de plannen die voor de Europese Unie moesten gemaakt worden in het kader van het herstelbeleid na de coronacrisis, heeft men dus eigenlijk daar heel wat middelen richting die recyclagehub en circulaire hub gevraagd om die matrassen van start te laten gaan, bijvoorbeeld. En ja, als we dan naar een recyclagehub gaan, circulaire hub, dan zullen daar ook wel een aantal jobs bij te pas komen. Wat circulaire economie is inderdaad heel belangrijk om een aantal duurzame, maar ook lokale jobs te creëren. Bijvoorbeeld in hergebruik, diensten, reparatiediensten. Dus dat kan echt wel een stimulans betekenen voor onze economie. En die veerkracht die zo nodig is na de corona-epidemie, is wel belangrijk, hè, om ook bijvoorbeeld concurrentievoordelen ten opzichte van andere landen en nieuwe markten te gaan creëren. Rechts zien we bijvoorbeeld 7,5% van alle banen in België is circulair. Ja, dat is een studie geweest van de Koning Boudewijn Stichting in 2019, waarin dat ze eigenlijk zeggen, België heeft 262.000 circulaire jobs, dat is ongeveer die 7,5%. Dat zijn jobs in de recyclagesector, dat zijn ook jobs elders. Maar ja, oké, dat zijn alleen maar jobs. Dat zegt eigenlijk niet zoveel over de graad van circulariteit of over waardebehoud. Dus ja, dat is niet echt een kwalitatieve dimensie. Maar zij schatten wel in dat bijvoorbeeld het herstellen van machines, dat ook eigenlijk past in het circulaire model. In een recente studie van PwC voor de federale overheid schat men ook het aantal jobs op 100.000 extra banen tussen nu en 2030 door in te zetten op circulaire economie. Belangrijk daarbij is ook wel om te zeggen, als we een economische transitie moeten doen, dat ook een aantal negatieve effecten zal zijn. We hebben bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen een aantal raffinaderijen staan die olie gebruiken om te raffineren. Ja, de vraag is dat, hoeveel zal dat nog nodig zijn in de toekomst? En gaan daar ook geen jobs verdwijnen? Dus ja, als er jobs verdwijnen, dan spreken we over negatief effect natuurlijk. Dus wij pleiten natuurlijk wel voor een sociale transitie en ook dus om dergelijke circulaire jobs mee te nemen in de toekomst als oudere toekomstgerichte jobs verloren zullen gaan. De deeleconomie, dus circulaire economie is niet per se gelijk aan deeleconomie, maar het heeft wel een plaats. Hè. Dus deeleconomie is een onderdeel van de circulaire economie, omdat in dit concept gebruik boven eigendom gaat. Dat idee leeft dan wel van, je moet niet altijd zelf de spullen aanschaffen, maar eerder gebruiken. En linksbovenaan zien we bijvoorbeeld de Tournevis. Dat is een gereedschapsbibliotheek te Brussel. En daar kan je eigenlijk bijvoorbeeld gereedschap gaan uitlenen tegen een bepaald tarief of via een abonnementsysteem. En dan hoef je eigenlijk zelf geen boormachine aan te kopen of een slijpmachine. En autodelen zien we rechts. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal product-dienstencombinaties of PaaS, Product as a Service in het Engels, waarbij dat eigenlijk de focus op functie ligt en niet op eigendom. En dat is eigenlijk echt de toekomst. Ik ga je dat straks proberen aan te tonen. Dat je eigenlijk gewoon beter materialen uitleent dan opnieuw gaat produceren dan dat iedereen een auto heeft. En dan in het midden heb ik nog urban mining gezet. Urban mining is geen deeleconomie, maar ik kon het nergens anders plaatsen in mijn presentatie. Maar bijvoorbeeld urban mining is dan eigenlijk producten die bijvoorbeeld op het stort terechtkomen of op een containerparken die je eigenlijk kan gaan opnieuw inzetten en herbruiken. Denk maar aan bouwafval dat gestort is of zo. Maar ook bijvoorbeeld gsm's. Hè. En gsm's, uit een 1 ton gsm kan je 300 gram goud recupereren, terwijl eigenlijk in een ton gouderts zit er maar 3 gram. Dus eigenlijk weten we nog half maar zo goed hoeveel materialen, mineralen we eigenlijk hebben in onze spullen dat we ooit ontwikkeld hebben. En dan nu kom ik een beetje tot de kern van de zaak, uit de klimaatcrisis. Ik heb hier twee figuren, ongeveer hetzelfde vertellen, links en rechts. Ik begin met rechts. Dat is ook weer een studie van de Ellen MacArthur Foundation. En we zien dat dat circulaire strategieën eigenlijk heel wat uitstoot van broeikasgassen kunnen,
teniet doen. Hè. Ze spreken zelfs van meer dan de helft tegen 2050. Dat is bijvoorbeeld door de materialen te hergebruiken of door niet meer te gaan storten of materialen langer te gaan gebruiken. Links zien we dan een studie van Material Economics van 2019, waarin dat eigenlijk een beetje hetzelfde scenario wordt geschetst. In Europa hebben we 530 miljoen ton CO2-uitstoot door puur en alleen de productie van een aantal basismaterialen. Dat zijn staal, aluminium, beton en de kunststoffen en ammoniak. En je ziet eigenlijk door een circulair scenario te gaan toepassen, kan je eigenlijk al dat met de helft gaan reduceren. Voilà. Ook op federaal niveau, dus op Belgisch niveau, heeft men die oefening onlangs gemaakt. Dat is echt vers van de pers. En we zien eigenlijk ongeveer onze materialenconsumptie van de Belgen. Dus de vraag naar materialen rond de 55 miljoen ton. En ja, als je ziet, de referentiescenario wil wel zeggen, gewoon doordoen vandaag, dan zien we dat dat nog gaat stijgen. Een groot deel is hier staal, een beetje papier, hier zijn de chemische stoffen, cement. Maar ze hebben ook een scenario ontwikkeld en dat heet het behavior scenario. Dus eigenlijk waarbij dat er wordt rekening gehouden met de vraag, wat wil de consument nu? Of wat zou de consument moeten krijgen? En dan gaat dat bijvoorbeeld ook naar veranderingen op vlak van mobiliteit. Hè? Dus meer gaan autodelen, meer elektrisch gaan, maar ook huisvesting, kleiner gaan wonen, minder infrastructuur noodzakelijk. En dat zijn allemaal maatregelen aan de vraagzijde, dus aan de consumentzijde. En dan zie je eigenlijk ook dat we puur en alleen door circulaire economie in te zetten, ook weer de broeikasgassen met de helft, of ja, hier in het geval de materiaalvraag, met de helft kunnen gaan verminderen. Ze hebben ook nog een aantal andere scenario's, waar bijvoorbeeld technologie, waarbij dat ze echt dan de zotste en de nieuwste innovatieve technologische processen gaan inzetten om bijvoorbeeld kunststoffen iets milieuvriendelijker te maken of staal. En dan zie je eigenlijk ook dat elk scenario veel minder materialen nodig heeft dan een toekomstscenario als we vandaag de dag doordoen. Ja, ik heb hier een case, staal, hè, want we zeggen altijd dat een moeilijk verhaal is, industrie, dat is een technologische keuze, maar ik vind dat dat ook een heel maatschappelijk verhaal is. Kijken we bijvoorbeeld hier naar rechts, tellen we die cijfers op, dan komen we al rap tot 50 miljoen ton staal, materiaal, die bijvoorbeeld in constructie of in auto's kan vermeden worden. En hoe komt dat? Net door al die processen, door bijvoorbeeld minder staal te gaan inzetten in constructies. Vandaag doen we eigenlijk een overdimensionering, te veel staal in een bepaald gebouw. Je kan bijvoorbeeld ook harder staal gaan inzetten. Door autodelen gaat de vraag naar auto's ook veel meer dalen. Dan heb je ook veel minder staal nodig. Dus je kan eigenlijk al op een aantal manieren heel veel nieuwe materialen vermijden. En dan hier links, ja, datzelfde cijfer hebben jullie daarnet al gezien, die 530 miljoen ton CO2-uitstoot. Dus dat is de Europese uitstoot voor de basismaterialen. Ja, we zitten rond de 300 miljoen ton nieuwe materialen. En kijken we naar al die zaken, minder gebruik, langer gebruik, dan kunnen we al tot 234 miljoen ton CO2 gaan, dus al meer dan de helft. En als we die uitstoot dan nog een keer helemaal... Ja, echt het zotste van het zotste technologische ontwikkelingen toepassen. Bijvoorbeeld efficiënter groene energie, volledige elektrificatie, misschien een beetje CO2-opvang hier en daar. Dan zitten we echt tot een heel lage uitstoot. Maar wat is eigenlijk het moraal van het verhaal? Ja, de kern zit zich hier natuurlijk. Dat wij door aan de vraagzijde, dus de maatschappelijke keuzes, te gaan werken, die uitstoot ferm kunnen reduceren. Ik heb ook een tweede voorbeeldje mee over staal, om circulaire economie toch een beetje concreter te maken. Staal is eigenlijk al een heel circulair materiaal. Kijken we hier, we zitten ongeveer op Europees niveau, rond de 60-70% staal die teruggewonnen wordt en die dan kan gebruikt worden opnieuw om nieuw staal te maken. Maar als we doorkijken, we kunnen eigenlijk naar 90-95% gaan door staal te gaan recycleren of te gaan hergebruiken. En dan hebben we eigenlijk geen nieuw staal nodig
Want dat is eigenlijk de capaciteit of de verwachte staalhoeveelheid in de toekomst. Ja, eigenlijk zou dat grafiekje al naar beneden moeten gaan als we die circulaire principes toepassen. Maar de moeilijkheid is natuurlijk dat recyclageproces, want er gaat wat staal verloren, gaat schroot verloren, zowel bij fabrikage ervan als bij de inzameling ervan. Ook, sommige staal is eigenlijk bijna niet kapot te krijgen, maar soms is er zodanig veel beschadiging dat het ook niet meer gaat. Dan verlies je ook al een aantal procent van al je staal ter wereld. Soms wordt er ook gewoon niet ingezameld. Ja, waar blijven die dan? Die steken in een aantal gebouwen of die komen per ongeluk in de stort terecht of op andere plaatsen. Ook staal is bijvoorbeeld ook heel afhankelijk van de kwaliteit van het schroot. Daar mogen niet te veel legeringselementen in zitten, zoals koper. Dus kleine percentages, dat is eigenlijk al voldoende om het proces te vermoeilijken. Dus ja, dat is allemaal heel moeilijk om een aantal stromen zoals staal volledig naar die 100% circulair te gaan krijgen. Maar hier is ook de bottom line van kijk, dat is eigenlijk wel mogelijk. We moeten gewoon werken aan die moeilijkheden, die belemmeringen die er vandaag de dag zijn, om bepaalde stromen te gaan inzamelen. En bijvoorbeeld glas zit ook aan als een dergelijk percentage, rond 95% van al het glas wordt ingezameld. Omdat dat ook net bijvoorbeeld een bepaalde waarde heeft. Hè. Met plastic flessen, we hebben nog geen statiegeld. En daar zie je eigenlijk dat die inzamelcijfers veel lager liggen, omdat dat niet altijd wordt ingezameld. Ik heb gezegd dat wij met Bon Beter Leven nu ook pleiten voor een circulaire maakindustrie. En hoe komt dat? Ja, België heeft eigenlijk heel weinig grondstoffen zelf in ons eigen land. Wij zijn heel afhankelijk van invoer. En we weten allemaal dat er geopolitieke spellen zijn. Grondstoffen worden er schaarder, worden dus ook duurder. Dus eigenlijk wil je minder afhankelijk zijn van allerlei invoer. We hebben dat gezien met de Evergiven. En dan heb ik een stuk geschreven voor KNAK. Dat het toch goed zou zijn om een aantal maakindustrie terug te halen naar ons land. We zijn die kwijtgeraakt in het verleden richting lage loonlanden zoals China. Maar eigenlijk door die terug naar hier te halen, dat heet reshoring, bedrijven opnieuw hier te gaan vestigen, dan denk ik, als we dat dan ook gewoon circulair doen, dat dat eigenlijk wel de moeite is, hè, om die circulaire businessmodellen hier te gaan krijgen en niet per se in China direct. Want dan kunnen we ook die nieuwe jobs hier houden, zijn we minder afhankelijk. Dat draagt ook allemaal bij tot de veerkracht. En we stimuleren ook innovatie, die we dan later opnieuw kunnen bijvoorbeeld gaan exporteren naar het buitenland. Dat zij ook die circulaire businessmodellen die we hier in Vlaanderen ontwikkelen, ook kunnen gaan inzetten. En er zijn ook heel nieuwe jobs nodig. Hè. Dus belangrijk daarbij is dat die jobs vandaag niet per se bestaan. De circulaire economie is ook heel arbeidsintensief. Dat betekent nieuwe skills, nieuwe jobsets, nieuwe opleidingen. We staan wel voor een gigantische uitdaging op dat vlak. Ik heb dan ook nog een aantal aanbevelingen. Ik denk dat ik aan mijn laatste slide zit. Ik zie net binnen de tijd of net erbuiten. Wat willen we doen? Ik vind vooral persoonlijk dat we circulaire stromen, dus circulaire modellen, moeten gaan aanmoedigen, versnellen. Dat circulaire ondernemen moeten gaan stimuleren en ook die arbeidsmarkt klaarstomen voor circulaire economie. En hoe moeten we dat dan doen? Ja, die samenwerking tussen een aantal industriële spelers is wel heel belangrijk om bijvoorbeeld ketenbeheer te doen. Producent X maakt een bepaald product en een ander bedrijf die dan daarnaast ligt, kan dan bijvoorbeeld de volgende stap doen, om dat bijvoorbeeld logistiek te gaan inschuiven. Die innovatie is ook heel belangrijk. Er is nieuwe technologie nodig. Denk maar bijvoorbeeld aan chemische recyclage in plaats van puur de mechanische recyclage. Dat is iets dat nog in zijn kinderschoenen staat. Dat moet verder ontwikkeling krijgen. Ook digitaal moet er van alles gebeuren. Ik heb al dat digitaal productpaspoort vermeld. Maar dat kan nog veel verder gaan om bijvoorbeeld hele stromen van materialen in kaart te brengen. Die deeleconomie, dat is ook heel technologisch en digitaal vandaag. Bijvoorbeeld om deelplatformen op te zetten waarbij dat je dan een aantal gegevens moet invullen om dan het product te krijgen of uit te lenen. Ook het draagvlak mag groter. Communicatief gezien zijn niet zoveel mensen vertrouwd met circulaire economie. We moeten eigenlijk ervoor zorgen dat die producenten zo snel mogelijk omschakelen naar circulaire economie. Maar ook de consument, hè? Want circulaire producten zullen waarschijnlijk
duurder zijn, het is arbeidsintensiever, het is nieuwer. We zijn afhankelijker van grondstoffen, van de terugkeer van de grondstoffen die eventjes uit de economie zijn geweest. Dus dat maakt het er niet makkelijker op. Vandaar dat de vierde aanbeveling, of ja, vierde hefboom, ook iets financieels is. Want we hebben het echt wel nodig om circulaire businessmodellen van de grond te krijgen. Denk bijvoorbeeld maar aan het prijsverschil tussen recyclaat, dus eigenlijk gerecycleerde petflessen bijvoorbeeld. Dat recyclaat om opnieuw een petfles te maken, dat is veel duurder dan gewoon een nieuwe plastic fles te maken van ruwe aardolie. Dus met bijvoorbeeld een financiële hefboom, bijvoorbeeld een groene taxshift, zou je eigenlijk virgin plastic, dus nieuwe plastic, kunnen duurder maken dan gerecycleerde plastic. Bovendien zijn er ook miljarden euro's vanuit de federale staat naar de fossiele industrie, bijvoorbeeld naar brandstofwagens. Eigenlijk zou je dat kunnen belasten om dan weer enkel de hernieuwbare producten of tegenhangers interessanter te maken. En dan tenslotte de versterking van de kennisopbouw. Dat gaat dan net om die maatschappelijke innovatie, om bepaalde producten eigenlijk daar alles over te leren. Meestal wordt circulariteit ook gemeten op basis van een levenscyclusanalyse. Ja, wat houdt dat in? Welke parameters, welke indicatoren zorgen ervoor dat we eigenlijk een bepaald product circulair zien? Dus ik denk dat we voor een heel boeiende tijd staan om de circulaire economie te versnellen. En ik denk als er vragen zijn, dan kunnen we er nu verder op ingaan. Hè. Alsjeblieft. Ja, dank u. Zeer interessant, want het is duidelijk een ganse boterham ook. Ik denk dat op al de elementen die we gezien hebben, dat we daar nog heel diep kunnen op ingaan. Er waren al wat vragen gesteld vooraf. Er zijn ook nog op de chat nog wat vragen binnengekomen. Veel mensen verwijzen bijvoorbeeld naar de bouw, waar dat er toch nog vrij grote afvalstromen zijn momenteel. Ook de landbouw, iemand zegt van al die plastics die in de landbouw gebruikt worden, wordt dat gerecycleerd. Een vraag die je eraan kunt hechten van in hoeverre leeft dat al bij die industrieën, dat circulaire, of is dat iets dat echt van bovenaf zal moeten opgelegd worden? Ja, als we luisteren eigenlijk naar de federaties en ook naar de bedrijven, dan staat dat echt wel op de agenda. Maar we krijgen daar ook altijd dezelfde vragen in van hoe moeten we dat gaan doen? En ik heb al gezegd, die opschaling vind ik heel belangrijk. Je kan wel, ik geef een voorbeeldje. Honest is eigenlijk een jeansbroekmerk. Die maken van oude jeansen nieuwe jeansen. Maar eigenlijk, ja, dat is maar één merk, dat is een nichemarkt. Dat gaat maar over een aantal jeansbroeken. In 2050 zou dat eigenlijk over alle jeansbroeken ter wereld moeten zijn op dat niveau. En om dat klaar te stomen, ja, die uitdaging is gigantisch moeilijk. Dus wat dat heel vaak bedrijven doen, is eigenlijk die industriële symbiose kijken naar elkaar. Hoe kunnen we nu samenwerken om zo circulair mogelijk te gaan? Met die recyclagehub in de Antwerpse haven zie je toch een aantal bedrijven die inzetten op puur echte circulariteit. Er is een bedrijfje, SurePure, die reststromen van de chemie gaat hergebruiken om daar iets mee te doen. En het zijn eigenlijk echt zulke oplossingen dat we gaan moeten zoeken. Hè. Het is innovatie. Dat zal altijd met een beetje steun moeten zijn van de overheid. Maar het is zeker niet slecht dat de overheid zich nu al een aantal ambities stelt. Bijvoorbeeld door, ik heb bijvoorbeeld gegeven, het aantal recyclaat verplichten, bijvoorbeeld in de batterijen. Dat gaat dan over hergebruik 10% lithium mineralen in een batterij. Dus dergelijke ambities zijn wel noodzakelijk om dat tot een goed einde te brengen. Mm-hmm. Mooi. Ik ben ondertussen door de vragen ook aan het lopen. Een groot element is feitelijk, hoezeer is alles economisch rendabel? Er wordt het voorbeeld gegeven van Umicore in Hoboken, gekend voor het recycleren van zeldzame metalen, bijvoorbeeld uit de gsm's. Maar blijkbaar is dat toch tegen een zeer hoge kostprijs, ook energetisch vraagt dat heel veel. En dus feitelijk,
wanneer wordt het echt economisch rendabel? Moeten daar subsidies voor komen? Moeten daar stimulansen voor gegeven worden? Voor het hergebruiken, upcyclen, recyclen echt op gang te krijgen? Ja, een goede vraag. Wel, Jume, ik heb zelf ook al met Jumecor gesproken. Ik heb al de batterijverordening aangehaald. Dus Jumecor is er eigenlijk wel best tevreden mee op een aantal punten na. Dus zij zien dat wel zitten om toch die elementen eruit te halen. Maar die kijken inderdaad naar het economisch model. Hè, van tot waar kunnen we eigenlijk recycleren? Tot waar is het echt verantwoord om die laatste elementen eruit te halen? Want als het te veel energie vraagt om dat eruit te halen, is dat ook de moeite niet. In de circulaire economie is dat ook eigenlijk energie-neutraal. Tenzij dat je overschotten hebt aan groene energie, kan je eigenlijk alles doen. Maar dat is vandaag het geval, absoluut het geval niet. Dus ja, kijken we naar die recyclage bijvoorbeeld, dan heeft dat een hogere kost. Dus er zijn zeker financiële stimulansen voor nodig. Wat dat wel ook zo is, en ik heb het ook aangehaald, dat er een aantal fossiele tegenhangers ook worden gesubsidieerd. En als we die subsidies zouden wegdoen, dan wordt bijvoorbeeld het rijden met een auto veel oninteressanter. Ja, nu gaan jullie zeggen van ja, er zitten al taksen op de brandstoffen en zo. Maar dat zou nog veel meer zijn mochten die subsidies er vandaag de dag niet zijn. Dus ja, we moeten echt gewoon kijken naar een soort van nieuwe economie, nieuw financieel beleid. Op federaal niveau kijkt men naar die groene taxshift. Dus dat komt op de agenda om vervuilende producten duurder te gaan beprijzen, om daar accijnzen aan tegenaan te gooien en hernieuwbare producten of circulaire producten toch iets goedkoper in de markt te zetten, om ervoor te zorgen dat wordt gekocht. Ik zie daar ook al bijvoorbeeld een vraag over Carbon Capture and Utilization, CCU. Ik kan nu eventjes een project aanhalen. To methanol, power to methanol, North Sea methanol. Dus die maken methanol van CO2 dat opgevangen wordt bij ArcelorMittal. En eigenlijk die kostprijs van, die methanol is 20% duurder dan de gewone methanol die vandaag in de chemie wordt gebruikt. En wat doet Cargill? Dus Cargill is het bedrijf dat die methanol gebruikt. Die zijn bereid in kader van dat pilootproject om die prijs te gaan, die meerprijs te gaan betalen. Natuurlijk, ja, dat is niet haalbaar voor heel de chemie, want dan zit je met 20% duurdere eindprijzen ook. Dat maakt het heel moeilijk. Dus we moeten daar gaan kijken, hoe kunnen we dat nu opschalen? Nog een voorbeeldje is bijvoorbeeld een circulair staal. Een staal kost eigenlijk rond de €500 per ton. €550 per ton, €600 per ton. Soms al duurder in bepaalde landen. En in een auto zit ook maar 1 ton staal ongeveer. En dus eigenlijk, als je dat circulair zou maken, ja, die €500, dat gaat naar €550 gaan. Dat gaat dan eigenlijk een auto €50 duurder kosten op basis van staal. Dus al bij al valt de eindprijs nog wel mee voor de consument. Het is natuurlijk voor de producent dat die kosten erbij komen. Die worden doorgerekend. Maar ook voor een plastic flesje, de eindkost daarvan, als je dat volledig circulair doet, ligt ook maar 1 à 2 cent duurder. Dus dat valt eigenlijk allemaal wel mee. Dus dat is daar zeker ook te maken met, ik zou zeggen, de bereidwilligheid vanuit de politiek of de overheden in samenspraak met bepaalde industrie om er echt iets aan te doen. Een vraag die, ik zie in de vraag dat er heel veel kritisch gekeken wordt naar de haalbaarheid van de circulaire economie. Op het ogenblik zien we, ik woon zelf in Zuidwest-Vlaanderen, dus daar, dus de nijvere regio, ziet je daar kleine of middelgrote KMO's die daar al moeite doen of er toch al van doordrongen zijn. Een vraag is feitelijk van, hoe ziet jij de toestand over 5 jaar? Gaan we daar duidelijk een verschil zien? Of, want veel van de zaken zitten nog in het theoretische gegeven op dit ogenblik. Dat klopt. En ook dat circulair actieplan van de Europese Commissie, dat is ook heel, moet ik zeggen, ja, daar staan wel maatregelen, daar staan acties in. Onlangs is het federaal actieplan voor circulaire economie uitgekomen. Ja, eigenlijk betekent dat allemaal in de richting naar de circulaire economie, maar dat betekent niet van al die processen die direct vandaag of morgen circulair gaan zijn.
Dus op dat vlak zal ik jullie moeten teleurstellen. In de komende 5 jaar gaat er wel misschien veel gebeuren, randfenomenen, hè, maar niet de kern van de zaak zijn alle processen circulair maken. De technologie staat ook niet overal op punt. Kijk nu bijvoorbeeld naar de chemie. Hè. Een van de opties is om kunststoffen te maken van afval van kunststoffen. Dus gerecycleerde PET en gerecycleerde folies. Die chemische recyclage die gaat pas operationeel zijn in 2030, 2035. Dan wil dat eigenlijk zeggen dat je al die PET recycelt via chemische recyclage. Dus je verbrandt dat een beetje. Nee, je verbrandt dat niet, je verwarmt dat eigenlijk. Je kunt daar dan opnieuw mee chemie of nieuwe kunststoffenproducten mee maken. Maar het probleem dan ook is dat je dan ook weer heel die installatie moet aangepast worden. En de industrie gaat niet zo snel investeren als die nog een operationele, lineaire productiesysteem hebben. Dus we moeten ergens realistisch zijn. En de industrie gaat alleen maar volledig de kaart kiezen voor circulariteit over 10, 20 jaar. Als bijvoorbeeld hun installaties te oud zijn om dan nieuwe te gaan investeren. Want investeringsrondes in de industrie duren ook 20, 30, 40 jaar. We zitten hier echt met grote investeringsrondes. Er wordt nog maar één keer geïnvesteerd voor 2050. En dat is dan moet het klimaatuitstoot nul zijn. Dus we moeten echt dat momentum goed gaan afwachten van wanneer is op een bepaald moment de juiste techniek beschikbaar om dat circulair proces in te richten. En dat is... we moeten daar gewoon moeten we wachten. Hè. Maar ondertussen, ja, op federaal niveau bijvoorbeeld, worden er een aantal acties gedaan om KMO's te sensibiliseren, om dan te gaan te leren van elkaar, lerende netwerken op te richten. Dus we gaan wel richting die trend, maar er gaat niets bijzonders veranderen tussen nu en 5 jaar, absoluut niet. Goed, ik weet niet of we dat positief moeten zien. Het belangrijkste is dat het beweegt, denk ik, op dit ogenblik. Wij horen ook vanmiddag ook nog zeggen dat de Nationale Bank berekent dat we toch wel goed door die coronacrisis komen en dat de groei terug in zicht komt. Je ziet ook de laatste tijd het woord groei. Blijkbaar wordt daar altijd terug op gefixeerd. Groeien, blijven, verder gaan. Staat dat niet haaks op het idee van circulaire economie? Ja, absoluut. Ik ben niet per se een aanhanger van degrowth, dus ontgroeien. Maar in de circulaire economie kan je eigenlijk groeien door net die circulaire modellen te gaan inlassen, want ja, we willen aan waardebehoud doen. Dus nu, bijvoorbeeld een auto kost, ik weet nu niet, 30.000 euro. In principe, na een aantal jaar wordt hij eigenlijk in waarde. Vanaf dat je die koopt, is die auto eigenlijk al veel minder waard. Hè. Als die dan op de tweedehandse markt komt, dan is het misschien nog 10.000. En dat, na 15 jaar is het maar 5.000. Ja, eigenlijk door ene keer een goede auto nog iets duurder te maken, om die langer te gaan mee, dat die langer meegaat, gaat die misschien 50.000 euro kosten. En gaan die gebruikers dat gewoon eigenlijk lenen. En daar zit ook veel economisch potentieel in. En ik denk dat dat nog een beetje de moeilijkheid is door producenten om dat in te zien. Dat die circulaire modellen die er zullen moeten komen, ook hun waarde hebben en ook groei op een bepaalde andere manier gaan stimuleren. Niet per se dan in het aantal producten dat je verkoopt, maar wel in het gebruik van een aantal producten. Goed. Een laatste vraag zou ik zeggen, want ondertussen is al 2:50. We proberen het altijd binnen het uur te houden. Het was de eerste vraag die we ooit gekregen hebben, was van wat doet u met uw kleren? Draagt u ze totdat ze op de draad versleten zijn? Gaat u aanpassen, afwisselen? Als particulier, ja, hoe kunnen wij daar in onze houding, ik denk dat iedereen die hier zit, toch al een stuk bewust daarmee omgaat. Wat kunnen we daar nog meer doen? Ja, dus ik heb ergens in de presentatie gezegd dat eigenlijk 80% van de milieueffecten komt bij de productiefase van een materiaal. En dat is ook zo voor textiel. Ik denk, textiel, katoen, dat kost immens veel water. Vanaf dat je een t-shirt maakt, dan ben je 5000 liter water kwijt. Dus elke keer dat je iets tweedehands koopt, dan heb je dat waterverbruik niet. Dus op vlak daarvan zou ik kunnen zeggen, ja, tweedehands kleren zijn sowieso beter dan nieuwe kleren. Natuurlijk, en dat is dan ook die maatschappelijke vraag van, is dat wenselijk dat iedereen dan
met tweedehandskleren rondloopt of dat iedereen jaren na elkaar dezelfde kleren draagt. Ja, die kleren verslijten ook. Dus dat is wel de moeilijkheid van hoe hou je dat dan bijvoorbeeld ook die maatschappelijke vraag actueel. Ja, hoe kunnen we eigenlijk daarmee omgaan met die tendensen? Want we zitten nu vandaag in een tendens van statussymbool, we hebben nieuwe kleren nodig, we hebben nieuwe auto's nodig. Kijk hier, ik heb een nieuw huis gekocht of ik ben aan het bouwen. Dus ja, dat zijn allemaal maatschappelijke tendensen die we eigenlijk ook voor een stuk moeten gaan inperken. Niet per se door beleid, maar gewoon door de mentaliteit om dat te gaan veranderen. Ik zeg dan nu dat die 80% voor kleren geldt, maar dat geldt evengoed voor gsm's, voor bouwmaterialen. Elk materiaal dat je nu gaat gebruiken, ja, ben je kwijt. Tenzij dat je daar verstandiger mee omgaat. Dus we gaan nog veel meer producten aan de basis moeten gaan moeten nadenken. Hoe gaan we die gaan produceren? Productdesign, ecodesign en Europese Unie is daar op een goede weg. Maar ik wil het wel nog eens zien ook. Hè, dat, echt alle, dat gaat over alle materialen. Dat gaat over stofzuigers, dat gaat over koelkasten. Daar mag geen enkel grammetje materiaal gaan verdwijnen. Hè. En dat is de grootste uitdaging. We moeten wel kijken naar nieuwe producten, niet per se naar alle producten die vandaag de dag er al zijn. We kunnen die wel gaan inzamelen en daar iets nieuws mee doen. We moeten vooral opletten dat die kleren op een bepaald moment, als die toch vodden worden bijvoorbeeld, dat die nog nuttig worden ingezet en dat die eventueel tot op vezelniveau kunnen worden gerecycleerd, dat wij die over 10 jaar opnieuw kunnen gaan inzetten als een nieuw kledingstuk. Goed, mooi. Ik denk dat daarmee de vragenronde gaan afsluiten. Ik zou zeggen, Tycho, bedankt in elk geval voor de